Goedemiddag. We zijn gelukkig opgedroogd na gisteravond en klaar voor een nieuwe persconferentie. Dit keer in aanloop naar de wedstrijd van zondag tegen Zulte Waregem. Op die wedstrijd gaan we vooruitblikken met onze coach en misschien het ook nog wel hebben over gisteravond. Het is aan jullie. Dag Hein. Misschien eerst een woordje in verband met eventuele blessures. In hoeverre zijn jullie zonder kleerscheuren die wedstrijd van gisteren doorgekomen? Dat zullen we morgen definitief kunnen bepalen. Vandaag waren er toch een paar probleemgevallen, Sven, Malik. Dus ja, dat wordt afwachten naar morgen toe. Ook van de afwezigen. Ook daar zou ik zeggen weinig positief nieuws. Dus ja, het is afwachten of dat wij met dezelfde groep van gisteren kunnen reizen naar Waregem of er toch jongens weer gaan uitvallen die we moeten vervangen dan door jonge beloften. Hoe problematisch is dat eigenlijk Hein, om wedstrijden in die omstandigheden voor te bereiden? Ook naar ja, gewoon tactische varianten eventueel? Ja, dat weet je. Uiteindelijk, we hebben al heel veel werk gedaan met die groep, in de voorbereiding ook en zo. Dus tactisch zijn het iedere keer details die je gaat veranderen. Oké, altijd andere namen, maar de jongens volgen wel mee. Hè. Dus op tactisch vlak valt dat best wel mee. Omdat we er heel veel aandacht aan besteden, ook telkens opnieuw. Dus voor hen is het niet plotseling iets nieuws, iets dat uit de lucht komt vallen. Oké, je verandert wel eens. Hè. Soms ga je met 4, soms met 5, soms met 3 spelen. Soms ga je 3 offensief, 2 offensief. Maar het zijn allemaal dingen die ze eigenlijk al weten, waar dan ook wel wat tijd wordt ingestoken om dat mee te geven. Maar ideaal is het niet natuurlijk. Maar het is zo, daarvoor is de staf er. Hè. De staf moet zorgen dat welke handicaps er ook zijn. Afwezigen, gekwetsten, spelers die verkocht zijn en zo meer. Ja, daar moet je allemaal mee omgaan, nieuwe integreren. En proberen van toch zo goed mogelijk te presteren en zoveel mogelijk resultaten te halen. Die wedstrijd tegen Zulte Waregem, ja, zij verkeren natuurlijk ook in volle degradatiestrijd. Is dat dan een voordeel dat je een ploeg dan treft die ook echt voluit moet gaan? Zij kunnen zich ook niet tevreden stellen met een gelijkspel in hun omstandigheden. Nee, dat is duidelijk. Ik moet zeggen dat de huidige situatie met 3 mogelijke dalers, 3 dalers eigenlijk, niet mogelijke dalers, maar 3 dalers tout court, ja, maakt het alleen maar moeilijker. Hè? Andere jaren was dat er 1. Dan was al vaak die ene misschien al een hele tijd gekend. En ja, dan was dat 1 wedstrijd waarvan je wist, oké. En had je ook de voorlaatste, de derde laatste, de vierde laatste, de vijfde laatste en de zesde laatste. Ja, die konden niks meer winnen, dus die gingen ze ook naar het einde seizoen toe. Nu is dat helse strijd, hè. Dus je kijkt wat er met Club Brugge is gebeurd op Oostende. Er zijn dus geen makkelijke matchen voor het moment. Hè. Voorlopig is niemand al uitgeteld. Oké, dat zal misschien niet lang meer duren. Nog 1 of 2 wedstrijden, dan gaan er een paar in de grijze zone zitten. Die niet meer in gevaar komen voor degradatie en ook niet voor play-off 2. Maar dat is nog 1 of 2 wachten, denk ik. Dat zal na de break zijn. Maar voorlopig is iedereen nog aan het knokken. Achteraan is er nog niemand die uitgeteld is. Dus al die ploegen blijven strijden voor al de punten die ze kunnen pakken. Hè. En wij doen dat ook voor de hogere posities. Dus ja, het is degene die dus zeggen, want dat lees ik al eens, oh, die hebben een gemakkelijk programma nu. Die hebben een makkelijk programma. Ze moeten tegen 3 van de 4 laatste. Ja. Dat zijn niet de makkelijkste matchen, moet ik zeggen. Dat zijn net de moeilijkste. Dus degene die nog tegen de ploegen mogen, die binnen 2 weken in de grijze zone zitten, die hebben misschien een iets makkelijker programma. Maar zo zijn er voorlopig nog geen en zullen er niet zo snel veel ploegen zijn. Dus spelen tegen op Zulte Waregem, spelen tegen Heupen dan de week daarna, tegen Oostende moeten we ook nog spelen, tegen Serijn moeten we ook nog spelen. Ja, dat zijn allemaal ploegen die aan het knokken zijn voor lijfsbehoud. En, ja, kijk maar doorheen de geschiedenis. Hè.
Daar worden ongelooflijke dingen gedaan als je moet knokken voor lijst behouden. De Gulden Sporenslag, de 300 Spartanen. En ga maar verder. Hè. De geschiedenisboeken zijn heel dik, maar ook in het voetbal, Hein, heb je dan heel gekke toestanden die zich dan voordoen. Ploegen die opeens resultaten gaan boeken op onverwachte momenten. Kunnen jullie daar dan profijt uit halen? Die onderlinge duels, die concurrenten tegen hen ook nog moeten uitvechten? Je kan alleen maar profijt halen als je zelf wint. Dat is het enige. Dus, maar ik zeg het, wij hebben zelf nog 4 duels tegen 4 degradatiekandidaten. Dus dat gaan 4 ongelooflijk moeilijke matchen worden waar de tegenstander met mes tussen de tanden zal knokken. En dat begint nu zondag al. Dus... ja, degene die daarin slaagt om die matchen naar zijn hand te zetten, die kan misschien profiteren van puntenverlies dan bij de concurrenten. Maar het zal de ploeg zijn die daar het best mee omgaat, die het best gaat scoren uiteraard. Kunnen we het ook nog even hebben over het weerbericht van de voorbije 24 uur in Gent, Hein? Je had gisteren toch wel een beetje jouw beklag gedaan over het veld en mogelijke oorzaken daaromtrent ook toegelicht. Je haalde daar ook een heel specifiek puntje uit, namelijk eventuele besparingen. Vind je dat men daar dan roekeloos bespaard heeft of risico's genomen heeft? Ik hoef daar niet over te oordelen. Ik denk dat er al iets op de site staat, een reactie. Ik kan alleen maar zeggen, ik heb de eigenaar van het veld aan de lijn gehad deze morgen. Ik ken die mens van vroeger al eens ontmoet ook. En, het ligt niet aan het product, hè. Dat is duidelijk. Het product is fantastisch. Er liggen verschillende hybride velden in België bij de topploegen. Die hebben bijna allemaal een hybride veld. Sommige liggen fantastisch. Antwerpen is geweldig. Het is Engels niveau. Leuven ligt heel goed. Union ligt goed. Club Brugge ligt goed. Het ligt ook niet aan de regen. Het heeft veel geregend, sowieso. We hebben een hybride, hetzelfde hybride veld liggen op Oostakker. Wel, je mocht daar een hele dag kuipen naar beneden gieten, dat gaat er gewoon los door. Als de drainage goed is, als die niet geblokkeerd is, dan is dat ook geen probleem. Bij ons is het probleem dat de toplaag een viltlaag is die het water ophoudt. En dat is ons probleem. En hoe komt het dat die toplaag dan een viltlaag wordt? Dat wordt uitgelegd in het... in het artikel op de site. Dus ik ga me daar verder niet mee inlaten. Maar eigenlijk wordt daarin jouw these wel bevestigd? Uiteraard, ja. Is het dan niet vreemd dat dat nu dan naar boven komt? Ik kan me niet van de indruk ontdoen, Hein, dat je daar in het verleden toch ook wel al intern resultaat aan kaart hebt? Uiteraard. Maar oké, zolang dat het niet veel regent, ontsnap je ermee, hè. En dan gisteren hebben we tegenslag dat er plotseling veel regen is gevallen. En als wij ons gaan kwalificeren, dan gaan wij 90 minuten, mogelijk zelfs door de uitslag van gisteren, 120 minuten in Turkije hebben gevoetbald en 45 minuten in Gent. Dus dan gaan we heel goed ons best hebben gedaan als we ons toch kunnen kwalificeren met 90 of 120 minuten in Turkije en slechts 45 minuten in Gent. Dat is geen evidentie. Hè. Maar hypothekeer je zo niet dan ook meteen de rest van je seizoen? Seizoen, Europees. En ook, ja, we gaan natuurlijk we gaan moeten kijken wat gaat het zijn tegen Eupen hè, binnen 10 dagen. Hoe gaat de staat zijn? Ja, dat weet je niet. Hè. Dat is inderdaad, en dan komen er inderdaad een drietal weken waarin misschien iets meer kan. Moesten we geluk hebben dat het weer wat mee zit. Ja, dan kan dat in 3 weken serieus veranderen, maar als het weer wat tegen zit, ja, dan ben je inderdaad gerust misschien voor de rest van het seizoen. Dus dit is zonde, omdat wij uiteindelijk ook een ploeg zijn die het moet hebben net van voetballen. We zijn niet de ploeg die kick en rush speelt. We hebben kwaliteitsvoetballers en daarvoor heb je een goede grasmat nodig. Wij zijn een professioneel voetbalelftal en dan is voetbal je core business. En daarvoor is een voetbalveld superbelangrijk. En soms heb ik de indruk dat men dat hier niet op die manier ziet. Hè. Als je prof tennis speelt, ja, dan heb ik ook nog niet gezien in Roland Garros dat er onkruid groeit op hun brikpilé-velden. Dus ja, dat veld moet perfect zijn.
En in voetbal is dat ook zo. Als je kijkt naar ploeg die Europees spelen, ja. Buiten misschien hier en daar is een ploeg die van een kleiner land is doorgegroeid, kun je al eens zeggen, ja, dat is nu net iets minder. Maar op het topniveau zijn die velden allemaal top. Hè. En dat is hetgeen dat ik hier ook verwacht. Uiteindelijk heb je geïnvesteerd in een dure mat. Maar ja, als je dan niet de juiste verzorging toedient, ja, dan dient dat tot niks en dan loopt dat ook fout. Dus dat is spijtig. Ik verdedig alleen maar... Eigenlijk de club verdedig ik. De ploeg verdedig ik. De spelers verdedig ik. Hè. Wij willen op een goede mat. Wij willen voor de club resultaten halen. Wij willen eens een kwartfinale halen in Europa, wat al zo lang niet meer gebeurt, wat ook jaarlijks niet gebeurt. En dan worden we eigenlijk geconfronteerd met iets dat ons afremt. En wat eigenlijk had kunnen vermeden worden. En ja, dan kriebelt dat bij mij, hè. Dat is duidelijk. Want je zag je verdedigers gisteravond zelfs, ondanks die ellendige grasmat, ze probeerden met momenten wel nog altijd die voetballen te doen. Het is fantastisch wat die gasten gedaan hebben, echt waar. Ik ben zo trots op de manier hoe dat zij daar zijn mee omgegaan. Dat is gewoon geweldig. En oké, bijna fataal, want dan begonnen we terug speelballen te spelen over de grond. Ja, je probeert iedereen te verwittigen van nu geen enkele bal niet meer over de grond. Maar ja, het blijft voetbal. Die jongens zitten in die strijd. Dat is... Zit ook echt zo in die groep ingebakken, hè, om die voetballende oplossingen te zoeken. Ja, uiteraard. Dan lijkt het mij ook niet evident om... Nee, ja. Powerplay. Als Darko fit is, kan je al iets makkelijker powerplay spelen. Maar Darko is niet fit, dus ja, je bent je powerplay-wapen een beetje kwijt. Dus ja, dit is absoluut niet in ons voordeel. Hein, gaat het dan enkel en alleen over besparingen op vlak van materiaal of ook op vlak van know-how dat jullie daar... tegenover andere ploegen ook tekort? Ik ga daar niet meer over zeggen. Ik denk, je moet het stuk lezen. De club heeft het uitgelegd, excuseer. Misschien Bella zal dat ik al te veel gezegd heb. Nee, het is niet waar. Dus nee, ik ga daar niet meer over zeggen. Uiteindelijk, het is aan jullie om dat verder... op te nemen. Ik moet me daar verder niet in laten. Ik ben alleen ontgoocheld dat ik als coach van een toch wel een topclub, hè. Wij claimen altijd een topclub te zijn, op het hoogste niveau, met iedereen te kunnen concurreren. Ja, dan ben ik ontgoocheld om dat te moeten vaststellen. Kan je eens omschrijven hoe groot de uitdaging is om in 7 dagen of in 6 dagen zelfs 3 keer te moeten spelen? Dat is waar. Hè. We hebben nu een tegenslag dat Basaksehir hier op woensdag moet spelen. En dat de matchen niet omgekeerd zijn. Anders was dat een extra dag, zou ik zeggen. Maar oké, de match komt als tweede. Dus dan betekent dat 1 dag minder. Wij hebben nu 2 dagen of zo te waardigen. We gaan proberen fris te zijn. We hebben maar 90 minuten moeten spelen. Weliswaar 45 onder... moeilijke omstandigheden, want schat dat ook niet verkeerd in. Hè. Dat geploeter, dat kost enorm veel extra kracht. Hè. Als je constant door water moet lopen, dan moet je maar eens proberen. Hè. Dat is niet evident. Hè. Dus dat is inderdaad wel extra kracht. Dus ja, we hebben wel wat verbruikt. Maar ik denk dat we in staat moeten zijn om zondag terug fris te zijn. En dan, ja, dan is het weer heel snel woensdag. Met de reis er dan nog eens bovenop ook. Maar kijk, we gaan kijken wedstrijd per wedstrijd. Het enige voordeel is dan, door die match op woensdag te hebben, dat je dan 1 extra dag hebt in aanloop naar Eupen. Wat dan welkom zal zijn, denk ik, voor die derde match die er staat aan te komen. Dat bleek in het verleden soms wel eens die moeilijke wedstrijd, hè? Die derde wedstrijd in zo'n reeks. Dat is ook mentaal en fysiek. Het is vaak ook de 4e, 5e, 6e, ja, 7e match geweest. Hè. En ik moet zeggen, ik heb nog 10 matchen in 30 dagen gespeeld. Hè. Ja. Maar als je natuurlijk over een kern beschikt die ofwel heel grote motoren heeft en heel belastbaar is, dan kan je het eigenlijk bij manier van spreken met de 11 zelfde doen constant.
Of in het andere geval over een brede kern fitte spelers beschikt. Dan kan je regelmatig roteren. En dan kan je zelfs 10 matchen in 30 dagen op een deftige manier afwerken. Hè. Mm-hmm. Nu zitten we een beetje in spelersnood. De grote motoren die zijn ook niet in grote getalen aanwezig. Wat betekent dat die belastbaarheid moeilijker is. En daardoor komen we in de problemen. Maar... ja, heerlijk, als je 4 matchen of 5 matchen moet spelen is in 2 weken, normaal moet je dat aankunnen. Hè? Normaal moet dat gaan. Dat is niet uitzonderlijk. Voilà, we zijn rond. Dank je wel. Dank u. Tot zondag. Dank u.